Welkom terug aan boord van Coaster Juno. Het is zondagochtend. Het is 13 mei, moederdag 2018. En u bent getuige van het vertrek, de anker opmanoeuvre van Longboat Brave onder de Friese wal. En tegelijkertijd proberen wij ook in de gaten te houden dat de havermel niet overkomt. Brave loopt enigszins voor op het beste schip. Wat gepland was voor anker om 10 uur. Het is 20 minuten voor 10. Voor redenen welke mij volledig zijn ontgaan, loop ik dus natuurlijk weer enorm achter. Dit moet echt goed gaan met die melk hier achter mij. Maar dit is ook te leuk om even te laten zien. Ik zet even de melk uit. Melk uit. Nee, melk uit. Altijd prachtig zo'n longboot. Eigenlijk na de gig de mooiste Drascombe. Ja, daar heb je natuurlijk ook nog de drifter. Maar de grootste lol geeft toch altijd weer de coaster. Als ultieme kampeerboot. En verderop in het veld zien wij Witte de Wit bijliggen. Ik mag wel zeggen, als iedereen veilig aankomt, en dat ziet er dan uit, dan was dit een van de meest geslaagde Smiscruises die wij hebben meegemaakt. Inclusief een kleine cursus kokkels zoeken en kokkels bereiden, navigeren met de sextant, zalig weer en heel veel gezelligheid. Skua deinst langzaam en achter haar ziet u Coaster Boslust richting Harlingen aanliggen. Zoals gebruikelijk is de Rear Admiral de laatste. Dit was Coaster Juno vanaf het Kimstergat, Friese Wal Harlingen. Zondag 13 mei 2018. Coaster Juno uit.